Ja, ik raak hem gewoon wel eens. Ja, dat doe ik ook. De afgelopen jaar komt denk ik ook omdat ik dan net los ben uit de gevangenis of zo. Dan ga ik, ja, dan wil je toch even weer een biertje proeven of zo. Dus dat heb ik gedaan. Dat mag je altijd wel doen zo, Bruno, met die vijfjes. Dat vind ik wel handig. Als we jou onder de pannen krijgen, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Ja. Ik vind het eigenlijk, als sociale zaken, dat wij gefaald hebben op het moment dat iemand 5 jaar lang wiebert. Maar dan denk ik van, dat doen we dus iets niet goed. Want ik vind dat we hem op hadden moeten pakken. Hey, rustig. Hallo. Hey. Jongen. Jongen. Ja, het is klaar. Kom eens hier. Nou, ik heb eigenlijk 2 dingen van die inschrijving bij bevolking. Die is altijd nog niet... Nee, ik heb hem terug gehad. Hij was afgeketst, ja. Afgeketst? Ja, ik had iets vergeten in te vullen van... Maar hem hier liggen of niet? Ja, ik moet hem hier wel ergens hebben liggen, ja. Zou je hier weer in kunnen zitten of niet? Maar dat het die aanvraag een aantal keren niks is geworden, dat komt omdat hij niet komt, geen stukken inleveren of wat dan ook. Ja. Maar als ik bij iedereen die dat niet doet, ze aan de hand moet gaan nemen zoals jij dat met hem doet, ik heb daar helemaal geen tijd voor. Echt niet. En u heeft een ID-kaart. Goed, ga ik het even doornemen en ik ga een kopie van uw ID-kaart maken. Ben je al een beetje ziek voor ons bezig geweest? Nee, ik kom ons vast eraan. Zeg dat Bruno de eerste is die dan uiteindelijk heeft ontdekt, oké, hier klopt het een en ander niet of zo. Het kan alleen maar een soort persoonlijke gevoel zijn van dat hij zich daadwerkelijk om mij bekommert op een bepaalde manier. Ik zie dat als investeren en ik hoop dan dat daar iets van vertrouwen ontstaat. Wat ik ook wil, dat is laten zien dat ik hem waardevol vind. Ik gun het hem niet zo. Dit gun je niemand. Het kan je schelen. Het maakt mij uit wat er met hem gebeurt. Waar ik het over wil hebben, nu, je ziekenfonds. Heb je al aangemeld? Nee, ik ben er nog niet achteraan gegaan. Is dat iets wat we dan samen moeten doen? Nee, ik moet dat gewoon doen. Ik kan daar niet zoveel mee, echt niet. Ik kan me daar niet zo in voelen in dat soort mensen. Ik kan niks aan doen, maar dat geef ik ook toe. Ja. Dat soort klanten zijn bij mij gewoon ook niet zo goed af. Wat we niet moeten hebben is dat jij weer terug moet naar die gevangenis. Want als we nou eenmaal dat huisje hebben, dan is het niet handig als je dan binnen de kortste keren weer... Thomas regisseert zijn eigen ongeluk, voortdurend. Als je hele leven op je bek gaat, dat is één geluk. Je hoeft niet meer bang te zijn voor op je bek te gaan, want dat herken je heel goed. Maar Bruno, mensen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Hoe ver moet je gaan? Moet je op een gegeven moment iemand maar eens gewoon laten vallen? Nou, deze jongen is dus blijkbaar gevallen, 5 jaar lang.